Welkom op de Efficiënt Onderwijs podcast, de podcast waarin onderwijs centraal staat. Telkens is het onze bedoeling om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van ons onderwijs. We richten ons in de eerste plaats op leerlingen in het secundair onderwijs, maar het spreekt voor zich dat iedereen, de een al meer dan de ander, iets kan bijleren en we hopen dat we daarin slagen op onze eigen bescheiden manier. Vandaag is Pieter van der Moeren mijn gast. Pieter, stel jezelf eens voor. Ja, ik ben dus Pieter van der Moeren, 42 jaar. Ik sta op het punt om voor de kerk te huwen. Proficiat. Dank u wel. En zoals de luisteraars nu al kunnen horen, of zeker straks wel, ben ik dus afkomstig uit West-Vlaanderen, meer bepaald uit Brugge. Oké. Pieter, we gaan het onder andere hebben over jouw schoolcarrière. Maar de focus van vandaag ligt op jouw specialiteit, namelijk breed genomen economie. Je hebt economie gestudeerd in het hoger onderwijs, toch, hè? Klopt, ja. Dus ik heb in het middelbaar onderwijs geen economie gevolgd, maar dan daarna heb ik de opleiding licentiaat economische wetenschappen gevolgd aan de Universiteit Gent. En dan nog een bijkomende opleiding, wat nu Manama heet, en toen destijds MBA in financieel management aan Verlerik Business School. Ik dacht ook, jouw beroep heeft ook te maken met economie, financiën? Precies, ja. Dus ik heb eigenlijk enkele jaren gewerkt als wetenschappelijk medewerker op Verlerik in het domein accounting en finance. En dan alle andere jobs die ik heb uitgeoefend waren telkens in de financiële sfeer. Oké. In het secundair onderwijs heb je net als ik dus geen economie gekregen. En ook vandaag krijgen leerlingen in het secundair onderwijs nooit het vak economie. Tenzij degenen die er vanaf de tweede graad voor gekozen hebben. In het TSO, KSO en BSO is al helemaal geen sprake van het vak economie. Ook in het hoger onderwijs krijgen studenten nauwelijks of geen economie, tenzij je ervoor kiest. Dat betekent dus dat de overgrote meerderheid van 21 à 22-jarigen weinig of niets kent van economie. Tenzij die 21 of 22-jarigen uit eigen interesse boeken gelezen hebben over economie, of via hun ouders daarmee in contact gekomen zijn, of vrienden of familie, en dat ze daar uitvoerig over gepraat hebben. Maar zelfs dat lijkt mij ook nog altijd dan een serieuze minderheid eigenlijk. Ik vind het onbegrijpelijk dat zo weinig leerlingen zo'n belangrijk vak niet krijgen in het onderwijs. Ik heb even de vakfiche van economie van de tweede graad ASO erbij gehaald om te verduidelijken waarover we het hebben. En voor het vak economie moet je een economische kijk op de samenleving ontwikkelen en je woordenschat uitbreiden met economische begrippen om in een taal eigen aan de economie te kunnen communiceren. Bovendien moet je inzicht verwerven in de economische mechanismen die een belangrijke rol spelen in de samenleving. Het vak economie leert je kritisch reflecteren op de actualiteit vanuit een economisch perspectief en zo zal je als een kritische en weerbare burger kunnen functioneren in en participeren aan onze samenleving. Dat lijkt mij allemaal heel terecht, lijkt mij prima omschreven. Enkele belangrijke termen die aan bod komen in die vakfiche zijn soorten markten, prijsvorming en prijscontrole, inflatie, BBP, conjunctuur, rol van de overheid en al die zaken. Dat lijkt me toch allemaal essentiële kennis voor alle leerlingen in het ASO en eigenlijk ook voor alle leerlingen in het secundair onderwijs. Zeker voor leerlingen uit het laatste jaar die dan moeten gaan stemmen. Ja, inderdaad. En als ik dan kijk in mijn persoonlijke situatie, dan had ik het geluk dat er een aantal familieleden economie hadden gestudeerd en dat ik me daar een beeld kon over vormen waar die mensen mee bezig waren. En ook mensen die er iets meer over wisten, dat in mij influisterden dat, gezien ik al van jongs af aan interesse had in financiën, dat het wel iets zou zijn voor mij. Maar als je dat inderdaad nooit hebt aangeleerd gekregen aan de middelbare school, is dat wel een stap in het onbekende. Dus ik zou zeker durven pleiten om toch wel een 2-3 uur misschien per week verplicht te maken als algemene basis, wat ook nu geldt voor de taalvakken bijvoorbeeld, of aardrijkskunde en dergelijke meer. Mm-hmm. Dus dat het geen keuze is die te kosten gaat als je bijvoorbeeld Latijn wenst te volgen, dat je geen economie hebt. Dus een 2-3 uur economie en recht bijvoorbeeld, denk ik, zou zeer mooi zijn. Ik kan misschien verwijzen naar een boek dat enkele weken geleden is verschenen door ondernemer Bart Vragen, waarin hij zelf ook heel terecht zegt van je moet de underdog zijn om te worden aanvaard door de samenleving. We hebben het moeilijk met winnaars, waarbij eigenlijk dus onderstreept van dat hij het gevoel heeft, en ik denk dat het ook door studies wordt bevestigd, dat ondernemers heel vaak met een scheef oog worden bekeken. En dan wat op Verlerik bijvoorbeeld toen werd aangehaald, is de figuur van Balthazar Boma van FC De Kampioenen. Ja, dat is een sjoemelaar en die zal sowieso wel heel veel zaken in het zwart doen. Ja. Maar er wordt ook weinig gekeken naar de positieve kanten, zijnde die mensen leveren werkgelegenheid, betalen veel belastingen en dergelijke meer. En nu lijkt het een beetje alsof veel mensen denken dat Manna zomaar uit de lucht komt vallen, zonder dat daar ook mensen voor moeten werken. Dus ik denk dat dat besef
bijbrengen aan scholieren, dat zeker zal helpen in de toekomst toe om een positiever beeld te hebben over ondernemerschap. En ja, idealiter ook die mensen zelf rapper doet de beslissing nemen om zelf als ondernemer te beginnen. En welke kennis zouden ze dan moeten opdoen in het vak economie? We hebben nu al een paar dingen overlopen vanuit die vakfiche. Wat moeten zij dan zeker meekrijgen als ze maar enkele belangrijke termen zouden zijn of enkele belangrijke elementen? Wat zouden zij zeker mee moeten krijgen? Wel, ik denk dat in onze samenleving dat die is opgebouwd. Sociaal gecorrigeerde markteconomie, zoals dat dan heet, is enerzijds een stuk dat te maken heeft met de overheid. En dat heet dan in een oude term staat-huishoudkunde. Dus dat betekent dat mensen een beeld hebben over van wat zijn precies de taken van de overheid. Hoe werkt de fiscaliteit van hun geld? Hoe gaan de pensioenen bijvoorbeeld kunnen betaald blijven? Enzovoort. En een tweede luik dat meer gaat over bedrijfsbeheer. Als mensen zelf willen een onderneming oprichten, dat ze een minimale kennis hebben van boekhouden. Allee, ik heb het nu al over de algemene opleiding. Ik kan me voorstellen als mensen specifiek economie volgen als keuze, dat ze dan wel meer in detail zullen gaan. Maar ik denk dat mensen toch een beetje minimum een basis moeten hebben van winst, van hoe een balans eruit ziet. En dan in een verdere fase, wat strategie bijvoorbeeld inhoudt voor een bedrijf. Een stukje algemene principes rond personeelsbeleid, marketing enzovoort. Het hoeft allemaal niet in detail te gaan, maar ik denk dat het mensen voldoende moet prikkelen om eventueel de keuze te maken als ze zich daarin thuis vinden. Of als ze zeggen van oké, het is niet zozeer mijn ding, dat ze niet terugkomen vallen. Als er bijvoorbeeld discussie op televisie plaatsvindt over de begroting bijvoorbeeld, maar iets te noemen. Ja, dat lijkt mij allemaal heel terecht. En ik denk een voorbeeld van iemand die heel weinig basiskennis heeft meegekregen, misschien zelfs geen, in het secundair onderwijs, dat lijkt me toch wel Anouna de Wever te zijn. Zij lijkt me toch echt wel een frappant voorbeeld van hoe weinig kennis en inzicht bepaalde, misschien zelfs de meeste leerlingen dus, uit het secundair onderwijs kennis hebben. En een van haar uitspraken was bijvoorbeeld om het klimaatprobleem aan te pakken door geld bij te drukken. Ja, dan zei ze van, nou kunnen we alles betalen en komt alles wel goed. Dat is zo'n beetje de mentaliteit. En ik denk, ja, als je nog maar een heel klein beetje serieus bent en een heel klein beetje inzicht hebt, ja, dan zeg je zulke dingen zelfs gewoon niet. Well, als het ernstig zou zijn bedoeld geweest, dan begrijp ik niet dat het dan niet meteen ook zou alle problemen elders oplossen. Zijn de armoedeproblemen en de pensioenen en waarom we dan überhaupt nog belastingen moeten geïnd worden. Ik denk dat politie zouden staan springen als het werkelijk zo eenvoudig zou zijn om zich overal populair te maken, als het op die simpele manier zou zijn op te lossen. Alleen natuurlijk wat zij niet weet, of misschien liever ook niet vermeld, is dat als men geld gaat bijdrukken, en dat wordt niet gedekt door buitenlandse reserves of door goud, dat er, als men daaraan begint te overdrijven, dat het goed mogelijk is dat investeerders of beleggers in bijvoorbeeld euro's, we spreken hier over euro, dat die op een bepaald moment het vertrouwen zouden kunnen opheffen en dat de euro enorme waarde zou beginnen dalen. Dus het is niet zo dat ze hier de heilige graal heeft ontdekt en nu plots met een of ander lumineus idee is op de proppen gekomen. Maar het is wel zorgwekkend. Anouna de Wever is natuurlijk een kind van 17 of 16 jaar. Ik kan er ook niet verwijten dat ze over een aantal zaken misschien heel eenvoudig nadenkt. Het is zorgwekkender dat een aantal politici ook in die piste zijn meegestapt en dat die dan ook hebben zich geschaard achter dat principe. Dan denk ik van ja, het is misschien toch wel erg dat tegenwoordig de kwaliteit is in de politiek, dat men zo'n eenvoudige oplossingen gaat gaan voorstellen. En dan hoor ik jammer genoeg de term populisme niet, maar ik denk dat dat wel populisme in het kwadraat is. Nu, in de geschiedenis zijn er ook wel voorbeelden geweest van populistische politici die dachten op een eenvoudige manier eigenlijk een begroting toe te rijden. Dus het voorbeeld van Philips de Schone, dus de man die het onderspit dolf tegen de Vlamingen op de Groeninkouter in 1302. Die was bijvoorbeeld voor berucht dat hij de randen van de gouden munten eigenlijk ging afveilen om op die manier eigenlijk de munt te ontwaarden. Dus letterlijk, de munt werd minder waard door het feit dat ze minder gewicht had. En dat betekent ervoor dat dus mensen eigenlijk het geld dat ze in een buidel hadden zitten eigenlijk veel minder waard was. En met het verschil trachtte dan Philips de Schone zijn kas in evenwicht te brengen. Maar ja, de vraag is natuurlijk of dat allemaal zo ethisch is. Hè? Je haalde het voorbeeld aan nu van Philips de Schone. Mm-hmm. En we blijven nog even in de geschiedenis hangen. Deze keer gaan we ongeveer 1000 jaar terug in de geschiedenis, daarvoor nog. Een interessant artikel over de Romeinen die ik tegengekomen was.
Trouwens, in de show notes kunt u alle links terugvinden naar de bronnen die we gebruikt hebben voor vandaag. Ik ga zelfs nog een aparte blogpost maken op mijn website, die iedereen kan bekijken om alles terug te vinden. Bij het onderzoeken en het voorbereiden naar deze podcast ben ik een volledig gratis boek tegengekomen. The New Deal in Old Rome uit 1939. Ik heb het nog maar net ontdekt, ik moet het zelf nog lezen. En ik trap natuurlijk een open deur open wanneer ik zeg wat voor een weelde aan materiaal er te vinden is op het internet. Het blijft fenomenaal en niets minder dan een wonder, vind ik. En wij met Efficiënt Onderwijs zijn bezig met cursussen te maken op basis van de vakfiches van de examencommissie. En we gebruiken daarvoor alleen gratis materiaal dat te vinden is op het internet. In de eerste plaats op het internet, maar we maken ook gebruik van boeken en materiaal uit openbare bibliotheken. Het aantal hoogstaande boeken dat gratis beschikbaar is werkelijk een mirakel. We kunnen het eigenlijk niet genoeg herhalen. En natuurlijk zijn er ook de duizenden gratis podcasts die een rijke bron zijn aan informatie. We hebben dus echt geen dure handboeken nodig om te kunnen slagen voor de examens in het secundair onderwijs. Maar terug naar de Romeinen dus. Er zijn vele redenen waarom het Romeinse Rijk in het Westen gevallen is. Invallen van de barbaren, de burgeroorlogen, politieke instabiliteit, het verzwakt leger, dat zijn slechts enkele redenen. De belangrijkste is echter dat de keizers uiteindelijk de economie volledig geruïneerd hebben. Hoe hebben ze dat gedaan? Ze deden niet anders dan enorme bedragen uitgeven aan onder andere infrastructuur, bureaucratie en het leger. De overheid gaf veel meer uit dan er binnenkwam. Met andere woorden, ze zaten met een enorm deficit. Ze deden twee desastreuze dingen om hun deficit op te lossen. Ze bleven telkens de belastingen verhogen en ze ontwaarden hun munt wat tot hoge inflatie leidde. Dat zagen we dus ook bij Philips de Schone. En uiteindelijk ging de economie van de Romeinen volledig ten onder en er was nauwelijks nog geld. En dus we zien dat we kunnen en moeten leren van de geschiedenis en toch worden nog altijd zoveel fouten uit het verleden herhaald. Ja, dat klopt. De hoge belastingen, dat klinkt wel bekend. En ook het feit dat men er niet in slaagt om de begroting op orde te krijgen, is ook iets dat niet nieuw is. Ik denk dat deze week was dat bericht kwam dat de overheid in België afstevend op een tekort van 1,5% van BBP. Ongeveer een 7 miljard euro die men niet zal weten te vinden als men geen drastische oplossingen weet te vinden. Dus ja, op dat vlak is er weinig verschil. Nu, in het geval van de Romeinen is het natuurlijk zo dat men het ene niet los kan zien van het andere. Met name dus het militair-politieke en het economische. De periode waarvan we nu spreken, ergens tussen 300 en 500 na Christus, was het moment waarop dat zowel de Germanen als de Perzen aan de oostzijde op de deur stonden te bonken. En dat er een aantal wingewesten in Noord-Afrika onder andere werden onder de voet gelopen. En dat bepaalde natuurlijk de belastingsbasis die heel belangrijk was bij de Romeinen, dat die wegviel. Het is onder andere Paul Kennedy, die met een nog steeds heel goed standaardwerk, The Rise and Fall of the Great Powers, eigenlijk mooi beschrijft hoe bijvoorbeeld het Spaanse Rijk in de tijd van Philips II, maar ook daarna, of Frankrijk rond de tijd van de Franse Revolutie, eigenlijk ten onder zijn gaan aan het feit dat ze een aantal zaken economisch niet op orde kregen en dan uiteindelijk ook op termijn politiek en militair in verval zijn gegaan. Dus in die zin is er inderdaad weinig nieuws te melden. Het is voor een regering van belang dat ze het militair-politieke onder controle heeft en tegelijkertijd ook het economische. En in die zin hangen die twee wel ook heel sterk samen. Ja. We gaan nog even verder met enkele voorbeelden uit ook recente geschiedenis. Bijvoorbeeld Venezuela, dat het toch echt niet goed doet voor het moment. Toch al enkele jaren. En we zien Venezuela voor en na Chavez, een socialist. We gaan dat er zeker niet vergeten om bij te zeggen. Maar ook vroeger de Sovjet-Unie versus de Verenigde Staten, dus de Koude Oorlog. Noord-Korea tegenover Zuid-Korea. In grote lijnen zouden we denk ik kunnen zeggen Marxisme versus kapitalisme. Overheid versus individu. Zijn dat de twee grote strekkingen in de economie? Zijn dat de grote verschillen in de voorbeelden die ik net heb aangehaald? Ja, ik denk dat dat wat dan destijds tijdens de Koude Oorlog ook wel de twee grote blokken waren. Dus in die zin klopt dat wel. Ik denk zeker in de periode na de Koude Oorlog, maar ik denk zelfs voor ook al een stuk, dat Europa en nog een aantal andere landen ook wel een beetje een middenpositie hebben genomen. Ik denk bijvoorbeeld aan Indië, die niet zo zwart-wit te plaatsen waren, die ofwel socialistisch ofwel
kapitalistisch. En dat vandaag de dag dat we ook wel zien dat bijvoorbeeld in Europa, wat ik daarnet noemde, die sociaal gecoördineerde markteconomie, dat de overheid een belangrijke rol heeft, maar dat er wel toch in de mate van het mogelijke vrijheid wordt gelaten om te ondernemen. Maar ik denk een heel treffend voorbeeld dat, dat het communisme niet werkt, is denk ik wel Noord-Korea versus Zuid-Korea. Want er zijn verschillende auteurs, en ik denk bijvoorbeeld David Landes, die professor economische geschiedenis is aan Harvard, heeft een heel goed boek geschreven, Arm en Rijk. En daarin beschrijft hij een tal van indicatoren die er kunnen op wijzen dat een land het welvarend zal zijn of armer uit het vers zal komen. En dus ja, bijvoorbeeld cultuur is daar een belangrijk element in, de geografische ligging, een stuk de geschiedenis. Maar dat zijn allemaal factoren die eigenlijk niet gelden voor Noord- en Zuid-Korea, want die waren één eigenlijk tot pakweg de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Toen is er op een bepaald moment de beslissing genomen om die twee uit elkaar te halen. Dus vanaf in de geschiedenis een relatief korte periode, pakweg 60, 70-tal jaar, hebben die eigenlijk gescheiden een economische ontwikkeling gekend. Als we nu de vergelijking maken tussen Noord- en Zuid-Korea, zien we heel duidelijk een land dat, waar de bevolking eigenlijk boomschors dient eten in de meest pijnlijke gevallen. Of in Zuid-Korea, die toch een aantal heel grote bedrijven heeft voortgebracht, zoals Samsung. Ja, dan denk ik is de rekening wel heel snel gemaakt dat het communisme, het marxisme van de harde stijl van Kim, dat weinig goeds heeft gebracht aan de bevolking. Ik heb daarnet aangehaald dat het communisme absoluut niet werkt en dat er ook geen historische voorbeelden zijn van grote welvaart die zijn ontstaan onder het communisme. Nu, anderzijds mogen we ook niet blind zijn voor een aantal zaken die fout lopen onder kapitalistische regimes. Ik denk dat tijdens een aflevering van Tom Waas over Zuid-Korea, dat toen ook wel in beeld werd gebracht, dat er een zeer groot zelfmoordcijfer is in Zuid-Korea. Landen zoals Japan en Zuid-Korea die wel gebukt gaan onder een enorme stress, een enorme competitiviteit. Ja, er was ook nog het voorbeeld in Frankrijk van een heel race zelfmoorden die gepleegd werden bij France Telecom. Nu, daar kan je dan de opmerking maken, was eigenlijk een staatsbedrijf. Er zijn toch helaas ook in westerse economieën of in meer kapitalistisch geïnspireerde economieën in Zuidoost-Azië toch wel een aantal zaken die dan ook verkeerd gaan. Er worden enorm veel welvaart gecreëerd, maar vaak gaat dat een stuk, wat men dan ook een beetje noemt, te kosten van het welzijn. Hè. Nu, misschien nog een nuance, omdat het voorbeeld aangaf van Chavez. Ik denk dat we de illusie koesteren dat in 1989 de Koude Oorlog is ophouden met bestaan. Maar we zien vandaag de dag nog eigenlijk dat het conflict tussen de Verenigde Staten en Rusland nog springlevend is. Bijvoorbeeld de situatie in Oekraïne. Als we dan kijken in het geval van Venezuela, zien we natuurlijk ook wel dat Amerika daar probeert nog steeds een voet aan de grond te krijgen in Latijns-Amerika. En dat er vanuit die optiek het misschien niet allemaal met mensenrechten te maken heeft, maar dat er ook nog wel een aantal geopolitieke belangen spelen in het verhaal. Dus hier en daar probeer ik ook wel een beetje de nuance te brengen. Maar ik denk in het kort, mogen niet blind zijn voor zowel de tekortkomingen, uiteraard niet van het marxisme. Maar helaas denk ik zijn er ook wel een aantal zaken in het kapitalisme die niet lopen zoals we zouden willen. Ja, en ik denk dus, ik was begonnen met de vraag van, is dat het grote verschil? Zijn dat de twee grote strekkingen, marxisme en kapitalisme? Ik denk dat we het daar wel over eens kunnen zijn, dat toch de twee grote strekkingen zijn. Er zijn natuurlijk inderdaad nuances en er zijn andere landen met toch een iets ander systeem of dat meer neigt naar het marxisme, maar toch niet volledig en meer naar het kapitalisme. Er zijn meerdere systemen natuurlijk. Maar ik denk wel dat we kunnen zeggen, dat zijn de twee grootste, zeg maar. Ik wil nog eventjes ingaan op die donkere kantjes, zeg maar, van het kapitalisme. Je vermeldde burn-out, stress, zelfmoorden. Maar ik weet niet zeker of we dat kunnen kapitalisme daarvoor verantwoordelijk kunnen stellen. Ik denk dat toch eerder iets te maken heeft met mentaliteit. Kapitalisme is een systeem. Als we eens kijken naar de definitie van kapitalisme. Ik ga het eventjes voorlezen. De definitie van Merriam-Webster, het Engelstalig woordenboek. De vertaling is: kapitalisme is een economisch systeem dat wordt gekenmerkt door particulier of zakelijk eigendom van kapitaalgoederen, door investeringen die worden bepaald door particuliere beslissingen en door prijzen,
productie en de distributie van goederen die voornamelijk worden bepaald door concurrentie op een vrije markt. Het is een systeem dat heel veel welvaart gecreëerd heeft. En ik denk niet dus dat wij burn-out, stress, zelfmoord daaraan kunnen toewijden, omdat nog altijd de mens, zeker in een kapitalistisch systeem, controle heeft over zijn eigen lot, over zijn eigen werk. En ik denk dat mentaliteit daar belangrijk in is. Ja, kapitalisme, vrije mensen die vrijwillige transacties doen. Kapitalisme heeft heel wat gepresteerd, heeft heel veel mensen over de hele wereld uit armoede gehaald. Dus ik zie niet goed in waarom dat de schuld zou zijn van kapitalisme. Ik denk dat personen zelf verantwoordelijkheid moeten opnemen, hun verantwoordelijkheid niet ontlopen. Ze kiezen zelf waar dat ze werken en welke omstandigheden. Uiteraard, in het ene bedrijf is beter dan in het andere. Maar als het u niet aanstaat, ga dan gewoon naar een ander bedrijf. Of werk halftijds, of werk 4/5. Er zijn zoveel mogelijkheden. Je bepaalt echt zelf wel wat jouw carrière is. Sommige mensen willen een carrière uitbouwen en gaan er dan ook alles voor doen, maar dat is dan jouw eigen keuze. Andere mensen hebben niet echt veel interesse om een carrière uit te bouwen en werken dan minder. Ik bedoel, in ons systeem, kapitalistisch systeem, heb je zelf die keuze, heb je zelf die verantwoordelijkheid. En ik denk dat mentaliteit daar heel veel met te maken heeft. Ik denk als je een groeimentaliteit hebt, geloven dat je jezelf kan verbeteren, dan kan je er ook iets aan doen. En ik denk niet dat dat ligt aan het systeem. Ja, ik denk dat er ook hier dat hangt er een beetje vanaf hoezeer dat je het falen of het succes gaat toewijzen aan het systeem of het individu. En er is een uitspraak die zegt de nederlaag is wees en de overwinning heeft meerdere vaders. Ik denk dat het in een kapitalistisch systeem, dat een ondernemer uiteraard zal zeggen dat het zijn verdienst is geweest, los van het systeem. En dat het falen wel vaker aan het systeem zal toegewezen worden en minder aan het individu. Ik denk dat je dat in de twee systemen waarschijnlijk mensen kunnen aarden, maar dat het vanuit een andere inborst is. Ik kan een voorbeeld geven. Ik denk dat mensen die enorm veel zelfdiscipline hebben, dat die bijvoorbeeld in een meer overheidsgedreven systeem wel ook kunnen een houding vinden, omdat die niet zullen vervallen in wat een evident nadeel is in een dergelijk systeem, is zijnde ja, dat men gaat beginnen profiteren van het systeem. Ik denk dat mensen die stressbestendig zijn ook beter gaan overleven in een zeer competitieve omgeving, waar dat je concurrentie hebt tussen bedrijven en waar er ook wel meer druk zal zijn dan een meer overheidsgedreven economie, waar er alleen maar de overheid is en waar mensen elkaar niet tegen elkaar komen te staan in concurrentie. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat misschien, maar dat is speculatief, dat misschien ook een stukje mensen een politieke voorkeur ook dan ook gaat bepalen. Maar je kan er niet omheen dat nu vandaag de dag dat we zien in de globalisering, dat we meer dan ooit te maken hebben met een aantal factoren zoals burn-outs, stress, zelfmoorden. En dan is het nog maar de vraag van, oké, is het systeem of is het de personen? Maar ik denk dat een van de grote wijsheden, die conservatieve vertaling, is dat de mens aan zich niet zo heel veel verandert doorheen de duizenden jaren heen. Dus ik denk niet dat mensen nu, vandaag de dag, inherent meer geneigd zijn tot zelfmoord dan vroeger. Dus dan denk ik ja, dat je dan al meer geneigd zou zijn om te zeggen van, er zit iets verkeerd in het systeem. Uiteraard is er geen kwaad brein die bepaalt van, ja, laten we dat kapitalisme gaan implementeren, want dat leidt tot zelfmoord. Zo statistisch zit het natuurlijk niet elkaar. Maar het is gewoon een neveneffect, denk ik, die toch wel voor een stuk te maken heeft met mensen die moeilijk kunnen omgaan met competitiviteit en wat men dan in het Engels noemt die rat race, waar het allemaal meer moet zijn in minder tijd en waar ook mensen al uitgeblust soms zijn op een 50ste, terwijl dat we toch altijd maar langer en langer moeten gaan werken. Dus ik denk dat die gigantische oefening, dat die in het algemeen wel interessant is om te maken van wat zit er op dit moment fout, hè? Waar zit er systeemfouten? Hoe kunnen we die verbeteren? Ik denk dat we, als we echt structureel met z'n allen langer moeten gaan werken, dat het ook wel de bedoeling is dat mensen in staat zijn om een marathon te lopen en geen korte sprint, maar ze dan eind op hun 50ste moeten gaan afhaken. Ja, wel, ja, je geeft nu het voorbeeld aan van dus, die rat race, die marathon sprint. Je kan natuurlijk ook gewoon kiezen om niet aan die wedstrijd mee te doen en niet aan die rat race mee te doen. Je kan ook gewoon eenvoudiger leven als je dat zou willen, bijvoorbeeld. Niet iedereen, niet elk koppel, bijvoorbeeld als het nu gaat over het traditionele gezin, zeg maar. Twee volwassenen, moeder, vader en twee kinderen.
het is echt niet verplicht om allebei te gaan werken. Je kan ook gerust thuis blijven. Dat kan de man zijn, dat kan de vrouw zijn. Dat maakt niet uit. Je hoeft niet per se daaraan mee te doen aan die rat race. Je kan ook met minder content zijn. Je kan ook gewoon in plaats van 2 auto's, 1 auto bijvoorbeeld. Allee, het kapitalisme... En ja, we zijn hier nu... Het is niet alsof dat ik hier het kapitalisme al te veel probeer te verdelen en jij het marxisme of zo. Absoluut niet. Dus dat zeker niet. Maar ik denk gewoon dat kapitalisme een systeem is waar dat er meer vrijheid is en dat je meer keuze hebt. En dat je echt wel zelf kan kiezen van... Ja, doe ik mee aan die rat race? Doe ik mee aan dat systeem? Het hoeft helemaal niet. Veel mensen kiezen daarvoor om met 2 te gaan verdienen. Maar je hoeft daarvoor helemaal niet mee te doen als je minder goed kan omgaan met die competitiviteit. En je weet dat en je beseft dat na een tijdje, als je al even in de markt gewerkt hebt, zeg maar, in een bedrijf gewerkt hebt, wel, als je merkt dat het niet goed is voor jezelf, doe dat dan niet meer, doe iets anders. Het is natuurlijk iets dat dikwijls terugkomt, wel zulke verhalen van, ze zijn naar het middelbaar onderwijs geweest, ze hebben dan universiteit gedaan of hogeschool, ze hebben een diploma behaald, dan komen ze terecht in een job en ze lopen dat direct maar af, zonder stil te staan eigenlijk van... Waar ben ik mee bezig? Ik denk dat sommige mensen daar goed aan zouden doen om bijvoorbeeld er zelf een keer goed over na te denken en weten en goed nadenken over wat dat ze willen. Als je merkt dat het niet gaat in een bedrijf, kies dan iets anders. En er zijn genoeg voorbeelden van mensen die zoiets doen. En ik denk, als het dan gaat over marxisme en kapitalisme, denk ik dat in het ene systeem meer vrijheid is dan het andere systeem. Ja. Maar dat lijkt mij het verschil te zijn, eigenlijk. Ja, maar ik denk dat er 2 premisses zijn... Waar ik misschien niet helemaal mee akkoord ben, dat is 1, de vrijheid van de mens. Ja, we zien vandaag de dag dat het wordt gepropageerd als het grootste goed, maar dat veel mensen liever ook een beetje structuur zouden hebben in hun leven. En dat ze dan ook niet noodzakelijk daarom die vrijheid op het einde van de rit als het hoogste goed zien, omdat ze wat verloren geraken. En keuzestress bijvoorbeeld is een belangrijk voorbeeld. Mensen kiezen uit 4 verschillende soorten confituur of 40 verschillende soorten. En mensen zullen liever die 4 verschillende soorten proeven dan die 40 was dan FOMO. om dan maar iets te noemen, fear of missing out. En dan het tweede over het rationele. Zie je dan meer en meer in verschillende domeinen van de economie dat men bezig is met de mens... niet noodzakelijk te beschouwen als een rationeel wezen. En een van de premisses die wordt steeds gehanteerd in de economie, in de klassieke economie, die toch ook wel de basis vormt voor het kapitalistisch denken, is dat men denkt van de mens maakt rationele keuzes. En ik ben het er helemaal mee eens dat je zegt, het hoeft niet dat mensen heel veel gaan werken, want op het einde van de rit, als ze dan met een depressie thuis zitten, of ze zijn helemaal opgebrand en ze moeten vroeger in pensioen gaan, of ze worden ziek, dat ze daar op het einde van de rit zeker niet beter van worden. Maar het is wel zo dat er heel veel prikkels op mensen afkomen die hun min of meer een beetje onder druk zet om dat daaraan toch allemaal mee te doen. Ik kan een paar voorbeelden opsommen. Ik destijds kreeg van mijn ouder blauw inpakpapier voor de schoolboeken. Als je dan geconfronteerd wordt met een klas waar iedereen inpakpapier heeft of... Van K3 bijvoorbeeld, of van welke andere merk, dat niet zo eenvoudig is als kind om dan thuis te komen en te zeggen van ik trek me dat allemaal niet aan, dat is de juiste keuze geweest van mijn ouders. Of dat mensen, als ze met vrienden praten, die 2 of 3 maal op reis gaan, dat je dan zelf zegt, ik verkies om thuis te blijven, want ik zie daar het voordeel niet van en dat kan perfect juist zijn. Maar toch voelen mensen die externe druk om mee te gaan consumeren. En consumeren betekent dat je natuurlijk ook voldoende financiële middelen hebt, dat je voldoende inkomen hebt om dat allemaal te betalen. En dan heb je natuurlijk het kringetje rondgemaakt. Dat verklaart waarom de mensen steeds maar blijven in die molen meedraaien. Ja, maar toch blijft natuurlijk een eigen keuze. En je zegt van sommige mensen hebben het moeilijk met die keuze, hè, keuzestress en zo. Ik denk dat dat gewoon op een andere manier op te lossen valt, dat we dat echt niet kunnen toewijten aan dat systeem. Ik denk dat dan gewoon te maken heeft met mentaliteit, met daarmee te kunnen omgaan. Dat is eigenlijk een vaardigheid, dat is een apart iets. Dat is niet iets dat aan dat systeem ligt, volgens mij. En ik denk dat we dat ook wel kunnen aanleren aan de mensen van hoe moet je dan omgaan met die keuzestress. En het is dan net in onze maatschappij, waarbij dat dus allemaal mogelijk is om dat te doen, dat er daar vrijheid voor is en mogelijkheden voor zijn om daar dan mee om te gaan en dat er daar genoeg
kennis en vaardigheden zijn bij mensen die dat kunnen leren aan andere mensen. En ik denk dat ja, het onderwijs daar dan toch ook wel een bepaalde rol kan in spelen. Ja, het is Alain de Botton, die heeft een boek geschreven, Statusangst. En daarin gaat hij eigenlijk gaan opsommen hoe het komt dat mensen zo enorm de neiging hebben om, zoals ze in het Engels zeggen, keeping up with the Joneses, om telkens, als de buren een grote wagen kopen, om dan ook meteen te beslissen dat ze dat ook willen. Terwijl er eigenlijk rationeel gezien geen reden toe is, als men geen behoefte heeft aan een grotere wagen. Dat aan zich, denk ik, is een analyse die we daarnet al gemaakt hebben. Maar wat hij dan beschouwt als de oplossingen, en dan moeten we al een klein beetje nederig zijn en vaststellen dat de oplossingen die hij opsomt helemaal niet zo sexy zijn, of nieuw, of modern. Hij somt daar bijvoorbeeld op dat het katholieke geloof, of het christelijke geloof, daar de mensen voorhoudt dat het niet het hier numaals is die van belang is, maar wel het hier namaals. En dat het voor de rijken moeilijker is om door het oog van de naald te kruipen dan voor de armen om in de hemel te geraken. Ik denk dat dat ongeveer het citaat is. Dus dat betekent in ieder geval toch dat dat ontegensprekelijk, dat Christus ook zegt van wie mij dierbaar is en mij wil volgen, laat alles na van waarde hier op aarde. Dus hij heeft ook wel heel duidelijk aan van dat je niet moet de materiële rijkdom hier gaan zoeken op aarde om gelukkig te zijn en om in de hemel te geraken. Dus er zijn wel het geloof, maar ook bepaalde ideologieën en dergelijke meer, die de focus gaan leggen op het bredere spectrum dan louter het materiële. En ik denk dat misschien daar ook iets meer ruimte toe laten. Dat klinkt wel heel soft en zweverig, maar om daar iets meer ruimte aan te geven, dat ik denk dat mensen misschien ook wel gaan beseffen dat ze op een bepaald moment verkeerd bezig zijn. Want de mensen die vroeg of laat tegen de lamp lopen, die zullen ook wel, als ze eventjes de reflectie maken, wel makkelijk kunnen vaststellen waar het verkeerd is gelopen, dat het inderdaad niet nodig is om die dure wagen te kopen, om gelukkig te zijn of een verre reis te maken. Maar ja, dan is het meestal te laat. Hè? En ik denk meer algemeen dat mensen dat misschien beter al wat vroeger gaan beseffen. Dus daar kan je gelijk in hebben, hoor. Allee, aan zich, het systeem is een systeem. Hè? En het systeem wordt gevoed door de mensen, dat wordt gemaakt door de mensen. Maar ik denk dat je ook moet uitgaan van heel wat zwakheden van de mens. En als die in dat systeem meedraaien, dat daar wel een aantal zaken plots gaan fout lopen. En dat we daar misschien eventueel moeten proberen om dat wat op orde te trekken. Ik denk dat inderdaad een goede conclusie is. Het systeem wordt inderdaad gemaakt door mensen. En de mensen hebben zelf ook invloed op hun eigen keuzes. En inderdaad, de moraal, religie, filosofie kan helpen om natuurlijk... helpt ook effectief om daarmee om te gaan. Ik denk dat dan inderdaad nodig is om jezelf te wapenen, zeg maar, tegen het systeem, in dit geval het kapitalistisch systeem, met ook eventuele donkere kantjes. Ik denk dus dat we daar dat er manieren zijn om daar dus tegen te vechten, om daarmee om te gaan. Ik denk dat dat dan misschien een goede conclusie is, inderdaad. Oké, wel, we hebben het nu over waarden gehad eigenlijk ook, over filosofie, religie, ideeën. En dan aan de ene kant dus dat, en dan aan de andere kant het economie of als systeem eigenlijk. En ik wil eventjes voor de eerste keer in deze podcast een bekende econoom quoten. Hij zal nog een paar keer terugkeren vandaag, namelijk Thomas Sowell. Hij is een econoom, een professor. Hij schreef meerdere boeken en talloze artikels. Hij was trouwens een marxist toen hij jong was, maar hij zag al snel het licht toen hij begon te werken voor het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Hij besefte dat de overheid geen personificatie was van nationaal belang. De overheid is alleen geïnteresseerd in haar eigen belang, zegt hij. In de show notes zet ik nog een link naar het interview waarin hij dat allemaal zelf zegt. En een collega van hem, Murray Rothbard, zegt over de overheid dit. Ik ga het eventjes in het Engels doen. All government operation is wasteful, inefficient and serves the bureaucrat rather than the consumer. En de quote van Sowell dus, want die heb ik nog niet verteld. Ik ga het ook in het Engels doen en Pieter gaat met zijn economische kennis met de juiste termen kunnen vertalen. Sowell zegt dus: economics is a study of cause and effect relationships in an economy. Its purpose is to discern the consequences of various ways of allocating resources which have alternative uses. It has nothing to say about philosophy or values any more than it has to say about music or literature. Pieter, kan je eens uitleggen wat hij daarmee zou kunnen bedoelen? Kan je het eens vertalen voor ons? En wat vind je dan ook van die uitspraak? Ja, dus misschien eerst de vertaling. De economische wetenschap is een studie van de oorzaak-gevolgrelatie in een economie. Het hoeft niets te zeggen over filosofie of waarden.
net zo min het iets over muziek of literatuur te zeggen heeft. Ik denk niet dat ik het daar helemaal mee eens ben. Want het is natuurlijk een citaat en ik weet dat je heel voorzichtig moet zijn met citaten. Maar ik lees het een beetje alsof Thomas Sowell eigenlijk economie ziet als een positieve wetenschap. En mijn inziens daar een beetje te weinig oog heeft voor het feit dat het gaat over mensen die, zoals ik daarnet ook als voorbeeld gaf, vaak ook irrationele beslissingen nemen. Omdat ze emotioneel zijn of omdat ze solidair willen zijn. Of gewoon omdat ze niet alle informatie hebben. Hè. Want dat is ook een van de assumpties van een klassieke economie. Dat mensen perfecte informatie hebben over alle mogelijkheden. En het doet een beetje denken, maar van, misschien ga ik daar dan wat te kort door de bocht, aan heel wat Franse filosofen uit de 18e eeuw, in de tijd van de verlichting, die de mens een beetje zagen als iets mechanisch, een mechanistisch mensbeeld hadden. En dat zou ik wel wat te kort door de bocht vinden. Ik denk dat het juister is om economie ook te zien als iets van een sociale wetenschap, waar we spreken over mensen, over samenlevingen, over naties, over groepen. En waar die groepen worden gedreven door een aantal waarden die vaak in de traditie zitten of in een geloof. En die heel moeilijk te vatten zijn in wiskundige principes. En ik denk dat er een heel mooi voorbeeld is als we kijken naar onze eigen geschiedenis. Dan zien we dat kinderen al tijdens de godsdienstles vertrouwd raken met het principe van conjunctuur. Als die de verhalen horen van de 7 vette en de 7 magerjaren van Jozef in het Oude Testament. Of, ik heb daarnet het voorbeeld gegeven van de verlichting dat men meekrijgt in de filosofie. Maar principes zoals solidariteit worden toch ook meegegeven via het christelijk geloof, maar ook in andere godsdiensten. Dus in die zin denk ik dat we zeker niet economie mogen louter bekijken als een positieve wetenschap. Als iets wiskundig, waar we een aantal vergelijkingen op loslaten en gaan kunnen voorspellen of persoon X een goed ei zal kopen. Dus het is wat mij betreft denk ik toch allemaal wat complexer. Ik denk dus dat we moeten onthouden uit het hele stukje waarover we nu gepraat hebben, dat systemen complex zijn, omdat die gemaakt worden door mensen en mensen zijn complex. Ik denk dat dat wellicht de voornaamste boodschap is. Inderdaad, ja. Dan gaan we verder met een andere term uit de economie die toch wel heel belangrijk is, schaarste. Schaarste is een eigenschap van alle economische goederen en daarmee een van de centrale begrippen in de economie, doordat het keuzeprobleem tussen onbeperkte behoeften en schaarse middelen oproept. Tijd is misschien wel het ultieme kostbare goed. Tijd gaat snel voorbij en is iets dat nooit meer terugkomt. Jammer genoeg beseffen leerlingen dat veel te weinig op een cruciaal moment in hun leven. Laten we daarom geen kostbare tijd verspillen en alvast die van onze kinderen en leerlingen zo efficiënt, doelgericht, nuttig en aangenaam mogelijk besteden om hen te onderwijzen in de nodige kennis, vereiste vaardigheden en essentiële attitude die ze nodig hebben om zo lang mogelijk gelukkig en succesvol te kunnen zijn in onze maatschappij. Wij met efficiënt onderwijs willen dus dat onze leerlingen een efficiënt onderwijs bereiken door onderwijs op een andere manier te organiseren, inhoudelijk anders in te vullen en meer zelfbeschikking voor de leerling te voorzien. En ik wil hier eventjes ingaan op zelfbeschikking. En ik ga eerst een voorbeeldje geven van een goede kameraad van ons, gemeenschappelijke vriend, Sim Tak. De vorige podcast was met Sim. En op een bepaald moment ging het over Latijn, het examen Latijn. En in het eerste jaar was er daar ook een gedeelte Grieks bij. En Sim zag het niet zitten om een volledig nieuwe taal aan te leren, of toch het begin, een gedeelte van de nieuwe taal aan te leren, voor slechts 10 of 20% van de punten was het ongeveer. Ik herinner mij nog, want ik heb hetzelfde examen gehad, dat het op 30 stond. En ik geloof dat dat dan op 30 van de 120 of 150 was. Het was iets meer dan 10%, dus zoals dat Sim vermeldde. Hij zei 10%, maar het was iets meer. Maar goed, het komt erop neer dat het dus toch nog altijd weinig was voor het gedeelte van Latijn. Dus ja, hij koos ervoor om dat niet te studeren en zegt focussen op het Latijn, want het was het ook het vak Latijn. En ik vond het heel grappig, zijn analyse die hij gemaakt heeft. Eigenlijk was dat een beetje efficiënt onderwijs à la lettre. Je kunt ermee akkoord gaan of niet. Het gaat erover van, dat was zijn keuze. Hij wou slagen voor het vak en hij wou dat zo efficiënt mogelijk doen. En ik heb het toen in de vorige podcast niet verteld, maar ik had ervoor gekozen om al mijn punten te halen. Ik wou 30 op 30, want mijn redenering was, ik wil die gratis punten.
ja, het is toch maar gewoon het alfabet leren en een paar woordjes, hè, bij manier van spreken. Dat was echt niet veel. Ik zag het als, oké, dat zijn gratis punten. Met minimale moeite heb ik heel veel punten en mijn punten voor het examen gaan daardoor stijgen. Dus dat zijn twee manieren van denken. Het ene is niet beter dan het andere. Ik vind dat het aan de leerling ligt om te kiezen wat het voor hem het belangrijkste is. En dat is de keuze die we de leerling moeten laten maken, vind ik. Hij heeft gekozen om het niet te doen. Ik had gekozen om het wel te doen. Het is dus die andere manier van denken, een soort van creativiteit, die in het geval van Sim gefnuikt is geweest, want hij is daarvoor gestraft geweest. Hij is dus bij de leerkracht moeten gaan, bij de directeur. Hij kon erdoor zijn als hij dan opnieuw het gedeelte van Grieks deed. Maar Sim wou het niet doen, want hij zei van nee, ik doe het niet. Dus een andere manier van denken, een bepaalde creativiteit, en hij werd daarvoor effectief gestraft. En is dan ook veranderd van richting. Hij is dan, uiteindelijk is dit dan in kunstonderwijs terechtgekomen. En ik vind dat heel jammer. Ik vind dat eigenlijk een manier van denken, een rigiditeit, die niet echt past, vind ik. Want Sim heeft niets verkeerd gedaan. Dat was zijn manier van daarmee om te gaan, van de aangeboden keuze, zeg maar. Ja. En bij ons is ook, bij efficiënt onderwijs, staat de leerling dan ook veel meer centraal en heeft veel meer inspraak in zijn eigen opbouw van kennis en vaardigheden. En dus die zelfbeschikking, want daarover ging het, die zelfbeschikking, zelfsturing is zo belangrijk, omdat we dat kunnen koppelen aan het begrip opportuniteitskost. Elk uur dat gespendeerd wordt aan nutteloze, oninteressante leerstof, tussen haakjes zeg ik dan wel, want dat hangt af van persoon tot persoon natuurlijk, het is zien wat dat uw bedoeling daarvan is, van bepaalde leerstof. Dus elk uur dat gespendeerd wordt aan die nutteloze of oninteressante leerstof voor de leerling, is een uur dat niet gespendeerd kan worden aan de nuttige of interessante leerstof voor de leerling. En het lijkt ons dan ook dat basiskennis van de meeste vakken voldoende is. En we willen de lat extreem hoog leggen voor de zelfgekozen leerstof en vakken. Beter om te excelleren in weinig dan zwak te zijn of middelmatig te zijn in veel. Geen middelmatigheid willen wij creëren, geen zesjescultuur. Dus die opportuniteitskosten, een term uit de economie. Pieter, kan je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker. Ik denk nog eventjes kort terugkomend op het voorbeeld van Sim, dat het niet correct is van de school, vind ik. Als men van op voorhand niet communiceert dat je 10 punten, maar ik denk dat het over 10% ging, 10% van de punten laat liggen, dat je daardoor riskeert om een herexamen te hebben. Dan staat het vrij. Als Sim zijn oordeel was van ik moet verhoudingsgewijs veel moeite steken om 10%, bijvoorbeeld 30% van de tijd te stoppen om 10% van de punten te halen, ik vind dat niet efficiënt of economisch, hè. Eigenlijk is dat een economisch principe, denk ik dat Sim daar inderdaad de juiste beslissingen genomen heeft. Als hij dat niet wist, dat dat niet de bedoeling was, vind ik dat dan ook flauw van de school. Ten slotte, ja, ergens een beetje een soort vorm van ondernemerschap en wel economisch goed bekeken. Maar enfin, daarvoor ken ik te weinig van de situatie om daar een oordeel over te vallen. Maar over het stukje opportuniteitskosten gesproken. Ja, we zitten in een podcast over onderwijs, dus ik denk dat het misschien niet slecht is om een voorbeeld te geven over onderwijs. En zeker omdat, begreep ik toch uit de podcast, voor mij de bedoeling was om 1 of 2 jaar te winnen op het traditionele onderwijssysteem. Dat is het ultieme doel. Dat zal niet voor iedereen lukken of niet altijd even mogelijk zijn. Maar ja, Wij willen dat kunnen aanbieden en wat nu dus eigenlijk niet gebeurt in het onderwijs. Sommige leerlingen die gaan het aankunnen, misschien de meerderheid niet. In ieder geval willen we het wel aanbieden en het mogelijk maken. Ja. Want ik kan een positief voorbeeld geven en een negatief. Ik kan misschien beginnen met een negatieve voorbeeld. Stel, men wenst nog een extra jaar bij te studeren aan UGent. Het inschrijvingsgeld, heb ik opgezocht, is ongeveer €1.000. En dan beslist men op een bepaald moment om dat inschrijvingsgeld naar €1.100 op te trekken. Dus hoor je, dat is 10% duurder om nog een extra jaar te studeren. Maar dat is natuurlijk niet correct. Waarom? Omdat men een stuk opportuniteitskost vergeet. En wat is dan in caso hier het stuk opportuniteitskost die men gemakshalve vergeet? Dat is dat de student niet de keuze heeft tussen ofwel aan €1.000 studeren ofwel aan €1.100. Maar ofwel kan verder studeren ofwel kan gaan werken. En als hij gaat gaan werken, betekent dat dus er een winst is voor de maatschappij. Want die persoon kost niet zijn bijdrage aan het belastingsgeld voor een extra jaar universitair onderwijs. En anderzijds gaat hij ook beginnen belastingen betalen. En als we dan kijken naar zijn privésituatie,
gaat hij ook al een extra jaar beginnen geld verdienen. Als we dan bijvoorbeeld kijken, hij zou kunnen pakweg 2500 euro bruto verdienen. Dus 1500 netto en 1000 euro belastingen en sociale bijdragen. Dat betekent dat die opportuniteitskost voor die student in caso hier dus is 18.000 euro verdienen. Ofwel 1100 euro betalen om een extra jaar te betalen. Dus de totale kost van dat extra jaar studeren is eigenlijk dus die 18.000 euro die je zou kunnen verdienen netto. Dus 12 maal 1500 euro plus die 1100 euro. En dan maakt die 100 euro extra aan inschrijvingsgeld op zich niet zo heel veel meer uit. Hè. Nu, je zou het ook kunnen omdraaien. Je zou ook kunnen zeggen hier van, stel dat gemiddeld gezien, hè, we spreken dan over gemiddelden als we het hebben over de totale studentenpopulatie, dat het systeem dat efficiënt onderwijs zou kunnen ontwikkelen, er zou kunnen toe leiden dat alles één jaar opschuift, dat men één jaar sneller kan beginnen studeren, dan zou dat een enorme maatschappelijke winst zijn. Natuurlijk omdat er ja, sneller belastingen eigenlijk al betaald worden. Hm. En men spreekt nu altijd over het verhogen van de pensioenleeftijd, maar men zou ook kunnen zeggen mensen sneller in het arbeidscircuit inbrengen. Dus absoluut, een jaar vroeger. En dan zou men niet meer moeten gaan werken tot 67, maar zou bijvoorbeeld kunnen zeggen door het feit dat men een jaar vroeger begint te werken, dat het op 66 bijvoorbeeld wordt geplafonneerd. Ik denk dat dat op zich wel al heel veel mensen gelukkiger zou stemmen. maar dan betekent ook wel dat mensen ook een extra jaar winnen door het feit dat ze sneller zouden kunnen beginnen met werken. Of je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat het extra jaar dat men wint, kan men bijvoorbeeld inzetten op een dienst die men levert aan de maatschappij, die tenslotte ook die studies heeft kunnen financieren, door bijvoorbeeld burgerplicht of een extra dienstplicht in te voeren voor het leger. Dus er zijn wel heel wat mogelijkheden die er zijn, maar gaat nu veel te vaak uit van de situatie zoals ze is. Maar als we er zouden kunnen in slagen om het onderwijs op een efficiëntere manier te organiseren en een extra jaar in iemand zijn leven te winnen, zou je dat op heel wat creatieve manieren kunnen invullen, zodat er een winst is, zowel voor de maatschappij, maar uiteraard ook voor de persoon in kwestie. Ik vind het een zeer goed voorbeeld dat je gaf van die opportuniteitskosten, omdat ja, tijd is geld, hè, dat wordt toch gezegd. Uit dat voorbeeld van die opportuniteitskost ja, blijkt dat ook zo. Allee, het is bekend, iedereen weet dat, tijd is geld. Maar natuurlijk, in het middelbaar is dat niet het geval. En daarom wou ik het voorbeeld geven van elke uur dat gespendeerd wordt aan iets dat de leerling niet nuttig vindt of niet interessant vindt, kan hij niet spenderen aan iets dat hij wel interessant vindt of wel nuttig vindt, wat zijn passie is. En ik denk dat we dat dan moeten cultiveren. Het wil natuurlijk dus niet zeggen dat een leerling bijvoorbeeld alles oninteressant kan vinden en niet nuttig kan vinden en maar één iets kan doen of zo natuurlijk. Nee, we hebben het er meer dan genoeg over. Het staat op onze website. Het zal altijd terugkomen in onze podcast. We willen focussen op essentiële kennis en vaardigheden en basiskennis voor de rest. Want niet elk onderwerp is voor iedere leerling even interessant. Dus ik vind dat de leerling toch een zekere vrijheid moet hebben, maar natuurlijk wel binnen een bepaald kader. Tot zover deel 1. We hopen dat u ervan genoten heeft en binnenkort volgt deel 2.